Het is het technisch team van EBS gelukt een van de uitgevallen pompen in het pompgemaal Wakai te repareren. De defecte machine, pomp 4, vormde namelijk een bedreiging voor de landbouw in het district Nikeri. Het team slaagde er ook in om verbeteringen aan te brengen aan pomp 1. Momenteel wordt ook aan een derde pomp voor een verbeterde irrigatiewateraanvoer naar de polders aan de linkeroever van de Nikeri-rivier gewerkt. Nog dit jaar zullen 2 nieuwe pompen op Wakai worden geïnstalleerd voor een gegarandeerde levering van irrigatiewater. De kortgedingrechter heeft de vordering in de zaak van aannemingsbedrijf Dundas NV tegen de staat Suriname en bouwvast Yankee NV rond de bouw van een DNA-vergaderzaal afgewezen. In de media is veel aandacht besteed aan de gunning voor de bouw van een vergadercomplex voor het parlement. Twijfels betroffen de rechtmatigheid van de gunning aan bouwvast Yankee NV, met zelfs beschuldigingen al zou er sprake zijn van corruptie. Aannemingsbedrijf Dundas NV spande het kortgeding, waarvan de vordering nu is afgewezen. Het ministerie van Openbare Werken benadrukt dat er steeds een correcte belangenafweging plaatsvindt binnen de publiek-private sector. President Chandrika Prasad Santokhi heeft steun toegezegd aan het Matawai-gebied na een ontmoeting met groot opperhoofd Leslie Valentijn. De noden van de bewoners zijn besproken. Projecten zullen worden uitgevoerd door parastatale bedrijven en de presidentiële werkgroep Ontwikkeling Matawai-gebied. Het ministerie van Openbare Werken werkt aan de hoofdweg naar Pusugrunu, terwijl de Surinaamse waterleiding bezig is met drinkwaterputten. Een nieuwe schoolbootmotor wordt spoedig verwacht. En ook het Nationaal Vervoerbedrijf zal problemen met busverbindingen aanpakken.